De Raad van Toezicht en de directie van de Vondelflat gaan twee opstandige bewoners voor de rechter slepen. Ze wilden twee een boete opleggen. De twee vertegenwoordigen de bewoners van de Vondelflat. Zo'n 20 bewoners vinden het eten van zin dat de bewoners in de Vondelflat voorgeschoteld krijgen niet lekker. Al meer dan 3 maanden bestellen zij hun maaltijden elders. De directeur van de Vondelflat, Berend Lugies, dreigde met een boete van €500 per buiten de deur bestelde maaltijd. Vorige week werd overlegd tussen de opstandige bewoners en leden van de Raad van Toezicht, maar een oplossing bleef uit. De AMBO, de oudere organisatie, noemde het afnemen van maaltijden bij de Vondelflat gedwongen koppelverkoop en liet als ludieke actie 160 pizza's bezorgen bij de Vondelflat. Vandaag werd bekend dat de Vondelflat per 1 juli verkocht is aan Vastgoed Groningen. De Vondelflat gaat naar een kleinere, nieuwe locatie in dezelfde wijk. Niemand van de betrokkenen wil voor de camera reageren.